allemaal, vandaag is het dan eindelijk zover en ga ik een make-up tutorial voor jullie doen. En dat ga ik doen aan de hand van deze eyeshadow van Essence uit de Ticket to Paradise collectie. Dit omdat ik hier een vraag over kreeg of ik hier niet even een fototutorial of een filmpje van wilde maken. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik hier gewoon mijn eerste make-up tutorial mee doen. Dus we gaan vandaag een groene ooglook maken. En alle producten die ik ga gebruiken, die zullen hieronder in de beschrijving staan, zodat ik dat niet steeds erbij hoef te vertellen. Zodat ik hopelijk zal het filmpje dan niet te lang worden. En ik heb al even foundation opgedaan als basis en daarop ga ik nu verder. Nu ik de foundation al heb gedaan, ga ik eerst mijn wenkbrauwen doen. Ga ik gewoon even een beetje bijkleuren. Ik heb nu mijn wenkbrauwen gedaan en ik ga verder met de oogschaduwbasis. Mijn concealer ga ik later doen, omdat er misschien, als ik de oogschaduw straks ga doen, dat er wat dingetjes op mijn wang vallen, dan kan ik dat nog makkelijker wegwerken. Met de oogschaduw. En de oogschaduw van Essence ga ik als basis gebruiken. En deze is de 01 Dive With Me To The Island. En dat is het groene kleurtje. En dat ga ik even met mijn vingers in dat potje. En dan ga ik gewoon op mijn ooglid het erop deppen. Als de oogschaduw een beetje in je arcadeboog komt, dan maakt het niet uit. Omdat we daar toch nog een ander kleurtje ook gaan gebruiken. Het hoeft niet allemaal heel precies te zitten. Dan pak ik nu mijn H&M palet erbij en daar ga ik een groene kleur uit pakken. En dat is deze. En die ga ik eerst hier aan de zijkant aanbrengen lichtjes. En dan ga ik het zo doorbrengen naar mijn arcadeboog. En iedereen kan persoonlijk kijken hoe fel ze de groene kleur willen. Wil je juist heel licht, neem dan gewoon een lichtere kleur. Het maakt in principe allemaal niet zo uit. Ik heb het nu best wel fel gepakt. Dan pak ik gewoon even een blending kwast en dan ga ik het even wat verzachten. En nog even de basiskleur wat extra aanzetten. Beetje in mijn binnenste ooghoek. Dan ga ik nu mijn wimpers krullen. Bij het ene oog heb ik nu de wimpers gekruld en al mascara opgedaan. En dat ga ik nu ook bij het andere oog doen.
Tijd voor de mascara. Ik heb een beetje met mijn mascara geknoeid, dus ik ga nu even proberen. Ja, het is zo ongeveer weg. Maar ik pak nog even mijn kwast erbij om het een beetje bij te werken. Met een oogpolletje ga ik nog even een extra randje zetten onder mijn oog, of zodat die ogen dan net wat weer uitknallen. Dan ga ik op de onderste wimpers ook nog even mascara aanbrengen. En nu is het tijd voor de blush. Ik heb gekozen voor toch wel een wat lichtere blush om meer juist gewoon wat glow te krijgen dan echt opvallende wangen. Voor mijn gevoel is deze kant wat donkerder. Dus dan ga ik nog heel even met de poederkwast een beetje overheen om het wat lichter te maken. En dan als laatste nog de lipgloss. En voor de lipgloss kies ik voor een wat lichter kleurtje omdat de ogen al vrij heftig zijn. En omdat ik de lippen toch echt wel neutraal hou, doe ik ook maar een beetje erop. En het uitsmeren met mijn vinger. En dit is dan de complete look die ik heb gecreëerd. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden, want dit is mijn eerste tutorial. En hopelijk doen we er ook snel eentje samen met Marloes als ze terug is van vakantie. Laat vooral ook even een reactie vinden wat jullie van de look vinden. En of jullie misschien andere ideeën hebben voor een volgende make-up tutorial. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei!